Winterswijk, dat ligt in de verste uithoek van een streek die zelf weer de Achterhoek heet. Oostenrijk is daar al lang begonnen. Je bent niet ongestraft Winterswijker. Weliswaar denken ze in dat dorp, net als alle andere dorpen overigens, dat het in het middelpunt ligt en dat de rest van de wereld er net zo uitziet. In werkelijkheid wordt het aan drie kanten omsloten door de Duitse grens en aan alle kanten door uitgestrekte bossen en moerassen. Een dorp dat letterlijk met de rug tegen de muur staat. Een eindstation. Een ophaalbrugdorp zonder ophaalbrug. Waarom de Kuren van Gerrit Komrij? Ja, dat is een goede vraag. Het is een mooie titel, vind je niet? Hè? De Kuren van Komrij. Dat komt omdat Gerrit natuurlijk nogal wat kuren had. Hè? Maar een kuur kan ook heel gezond werken. Het is als een geweldige pil, dit boek. Neem hem in en je bent nooit meer dezelfde. De aanleiding is de Boekenweek? De aanleiding voor het maken van dit boek is inderdaad het feit dat de Boekenweek gewijd is aan rebellen en dwarsdenkers. Ik denk dat er veel lezers zijn die net als ik Gerrit ook missen. Er zijn allerlei onderwerpen vandaag de dag. MeToo-affaire, de oranje baard van de koning, ik noem maar een paar dingen. Waar ik Gerrit heel graag over had gehoord. En dat zou hij gedaan hebben op een manier die gewoon niet meer bestaat. De Boekenweek dit jaar staat in het teken van dwarsdenkers en rebellen. En eigenlijk komt dat thema te laat, want Gerrit is er niet meer. Er is eigenlijk maar één iemand wat mij betreft die echt op die titel aanspraak kan maken. De dwarsdenker en de rebel van de literatuur. Dat was Gerrit Komrij. Waarom was hij dat? Dat was hij omdat hij een hele dwarse figuur was. En het aardige is Komrij zijn dwarsheid weet aan het feit dat hij uit Winterswijk kwam. Dat hij uit een omgeving kwam met de rug naar de Duitse vijanden, met de rug naar de donkere wouden. Argwanend is de Winterswijker en die argwaan die zat ook in Komrij. Over hun eigen doodsangst, zonde en verlangens zul je ze niet horen. Het is eenvoudiger om iets over het liefdesleven van de buidelrat aan de weet te komen dan over dat van de Winterswijker. Hij schuwt het blootleggen van lichaam en ziel. Hij is overal en altijd geharnast. Hoop je dat dit boek nog weer nieuwe lezers kan opleveren? Dat is het doel natuurlijk. Je weet niet of dat lukt, maar ik hoop het wel. Het mooie is, bij de presentatie hier van tevoren sprak ik een leerling van het Gerrit Komrij College. En die was in Villa Poca geweest. En die had van Komrij gehoord en daarna een stuk gelezen. En daarna was hij verslingerd geraakt. Het is de enige manier om ook jonge mensen aan het lezen te krijgen. Namelijk voor de eerste keer zo'n stuk onder de neus te duwen. Laat dit dan de kuur van Komrij zijn. Eén stuk uit dat boek is voldoende om je voor eeuwig verslaafd te maken. Daar stond een muur die ik heb aangeraakt. De muur werd afgebroken. Van het puin werd verderop een fundament gemaakt. Ik plantte een fruitboom in mijn oude tuin. Die werd geasfalteerd. 5 meter diep houdt zich een wortelstronk nog grommend koest. 5 eeuwen lang desnoods de Spaanse griep landt ooit op Mars, omdat ik heb gehoest. Er was een vriend aan wie ik heb geschreven. Een rots waar ik mijn naam in heb gekerfd. Je bent een deel van alles bij je leven. En alles blijft bestaan wanneer je sterft.